Nou, goedendag allemaal, de lezers van Medemblok Actueel. Alweer de zesde vlog van mij. Weer vanaf hetzelfde punt. U ziet dat inmiddels de bewapening gestort is, of gevlocht is. Beton zou gestort worden, alleen het was donderdag dermate koud dat dat niet door kon gaan. Dus dat is een paar dagen uitgesteld. Nou, inmiddels ligt de hele vloer dus vol met bewapening. Er zijn ook boven nieuwe doorgangen gemaakt. Maar de belangrijkste verandering is natuurlijk buiten. De belangrijkste verandering is natuurlijk voor het museum, want daar staan inmiddels de stellingen tot helemaal de nok toe. Dus ik kan het laatste trappetje helemaal naar boven. Er hangt een doek voor met hoe de situatie wordt. Dus het begint allemaal echt te worden, ook aan de buitenkant. Nou, omdat ze ook aan het dak beginnen, zijn in de steeg ook stijgers neergezet. Dus ik kan inmiddels overdekt de steeg door. Ja, van de andere kant kan je ook heel goed zien dat ze de stijgers tot op het dak doorgetrokken hebben. Zodat ze volgende week of de week daarop met het dak aan de gang kunnen. En boven wordt de oude deur wordt dichtgemetseld en inmiddels is de nieuwe opening gecreëerd. Het is hierboven één grote ruimte. We zijn inmiddels de tussenwandjes verwijderd. En, je ziet het, best groot hier. En dan heeft de laatste beelden vanuit het museum zelf, want het was hier een ordinaire bende. De vloer lag natuurlijk open, dus het was allemaal prut. Inmiddels wordt het hier schoongemaakt, wordt het hier weer netjes, zodat we weer een beetje toonbaar zijn. Nou, tot zover mijn vlog voor deze week. We kunnen natuurlijk kijken naar de vlog van Esther de Boer, waarin onder andere het goede nieuws dat wij de ANWB-fondsprijs gewonnen hebben. En dan zou ik zeggen, tot volgende week weer.